het begin vroegen mensen heel vaak, hoe gaat het met de plannen? En, dat duurde maar, we zeiden ja, het is nog niet zover, het is nog niet zover, we zijn nog niet begonnen, we zijn nog niet begonnen. Ja, we zijn met financiering bezig en iedereen, op een gegeven moment ja, begint iedereen toch van ja, nou, ze roepen het allemaal wel, maar ik weet het niet hoor, dat wordt nooit wat met dat plan. We zijn 4 jaar geleden begonnen, was er hier een soort open dag. En dan kon je dus oriënteren op deze waterwoningen. Nou, uiteindelijk zijn we ingelood, hebben we een kavel toegewezen gekregen en dan moet je beslissen of je hem wil afnemen of niet. Nou, wat natuurlijk wel echt een item is, is de hoogspanningsmast die hier door de wijk loopt. Dus daar hebben we bedenktijd voor gekregen. Toen bleek er ook nog waardes voor gespiegeld die niet helemaal klopten. Dus er moest ook nog wat gedaan worden aan die mast. Ja, daar is een jaar overheen gegaan. Het ontwerp was klaar en we hadden er een goed gevoel bij. We dachten, dit moet gewoon gebouwd worden. Ja, toen we dat dus gingen melden aan de bank, toen zei de bank, oh ja prima, dan willen we nou op dit moment nog een werkgeversverklaring. Nou, dat was geen makkelijke situatie voor ons, want ik had net besloten om mijn eigen bureau te starten. En dat zou normaal gesproken niet zo'n probleem zijn, maar ik was net ook voor mezelf begonnen. En dan is gewoon de simpele mededeling, dan gaat je hypotheek niet door. Dus we stonden op het punt te beginnen en... wij hadden niks meer, geen financiering. Ja, toen was het wel even stress inderdaad. Ja, toen dachten we dus van, nou, we zitten zelf heel erg in de problemen, hè? We hebben geen financiering. Dan denk je dat je toch wel alles gehad hebt. En dan blijkt dat het nog erger kan, want toen ging onze aannemer, waar we de afspraken mee gemaakt hadden, die ging failliet. We hebben houten delen aan de buitenkant. En we vroegen aan de projectleider van, hout zou toch komen? We zien de houten geveldelen nog niet, want we wilden de kleur afstemmen en zo. Hij zegt, ja, hij zegt, dat is ook een verhaal. Hij zegt, de vrachtwagen die is van de weg geraakt. Die lag in de sloot en jullie hout lag in het weiland. Dus daar is ongeveer, nou ja, het is allemaal weer teruggegaan. Dat was 70% van... kapot. Dat geloof je gewoon niet. Je kon dat ook bijna niet met droge ogen vertellen aan iemand. Van ja, hoe gaat het? Ja, het gaat wel goed, maar ja, nu dit. Ja, dat is bizar eigenlijk. Natuurlijk is zo'n heel proces wat je dan achter de rug hebt, is zeker de moeite waard. Nu hebben we het in gebruik en elke dag eigenlijk nog, vooral dat we de keuken gebruiken. Dat is voor ons echt zo'n luxe, want daar hebben wij het al heel lang over gehad. Oh, een woonkeuken lijkt ons echt lekker, want wij hadden zo'n pijpenlaar. Het is wel dat je nu denkt van, wauw, het werkt zoals we bedacht hebben. Het moment wat echt goed deed voor ons. We hebben bij de sleep gekeken toen die dus weggesleept werd uit Zwolle. Het was wel een leuk moment inderdaad, toen die dan de sluis inging, brug open, brug onderdoor. Dat was wel echt een moment dat ik dacht, ja, het is gelukt, hij ligt er.